Een vraag die we eigenlijk heel veel horen is: kan je nauwkeurig tekenen in SketchUp? Hoi, ik ben Peter van SketchUp 3D. Raar, maar de vraag komt eigenlijk heel dikwijls: kan je nauwkeurig tekenen in SketchUp? Of het andere wat we wel eens horen is: SketchUp is niet nauwkeurig of niet zo nauwkeurig als een CAD-programma enzovoort. Maar dat is helemaal niet het geval. SketchUp is zo nauwkeurig als jij het wil. Nu, het hangt van een aantal instellingen af en het gaat natuurlijk over welke unit heb je ingesteld. De keuze heb je in het begin als je SketchUp start vanuit de templates, maar hoe pas je die anders aan? Onder Model Info, Window Model Info, en dan heb je Units. In dit geval hebben we meters. En stel je in iets anders wil tekenen, centimeters of millimeters, dan pas je dat uiteindelijk gewoon hier gewoon aan. En dan heb je hier staan precision, maar dan moet je eigenlijk zien als afronding hoeveel decimalen gebruik ik achter de comma. Dus als ik nu zou tekenen, dan ga je zien hier in mijn value control box dat ik in millimeters teken, maar ik ook twee decimalen zie, dus op een honderdste van een centimeter ga werken. Als ik dit verander naar 0, dan ga je zien dat ik alleen volle centimeters eigenlijk ga krijgen. Je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt precision, dus hoeveel decimalen rond je af. En dan heb je enable length snapping. En dat is wat je eigenlijk nu ziet, dat je per centimeter verspringt als je de muis beweegt, als je een lijn wil tekenen. Ik zou kunnen zeggen, hey, ik wil dat op 0,1 centimeter, dus per millimeter. Dan ga je zien dat je hier inderdaad per millimeter krijgt. Nu, stel dat ik het toch terugzet op volle centimeters, betekent dat ik een lijn kan tekenen en zeggen 100,05. Enter. En als je hier een afmeting op zet, gaat SketchUp inderdaad zeggen, die is 100 centimeter. Maar ja, waar is dan die millimeters naartoe? Wel, die krijg je te zien op het moment dat je bijvoorbeeld dit doet. Dus daar komt dikwijls van, hey, SketchUp is niet nauwkeurig. Omdat ik 100,05 heb getekend, maar ik zet er een afmeting op en die geeft aan gewoon 100. Wel, dat hangt gewoon af van, hey, wat is eigenlijk de afronding precision die je hebt opgezet? Dus kijk, je kan tot 6 decimalen achter de comma gaan. Dus als je het op millimeter zet en je gaat dan nog 6 decimalen achter de comma, ga ik ervan uit dat SketchUp wel redelijk nauwkeurig kan tekenen. Dus vond je dit een nuttige video? Graag een duimpje of een likeje. Tot in de volgende video.